Goedenavond allemaal. Wij zijn hier met de persvoorstelling van Miss Elegance. Naast mij staat Melissa. Melissa is een kandidaat van Miss Elegance. Melissa, goedenavond. Hoe gaat u voorbereiden op deze Miss-verkiezing? Ik ga vooral mezelf blijven. Gewoon een leuke tijd tegemoet te gaan met de andere meisjes. En gewoon mijn best doen. Want ik ben iemand die wel heel gemotiveerd is. En ik ben klaar om aan dit avontuur te beginnen. So. Wat denk je zelf van de finale? Ik denk dat het wel heel fijn gaat zijn. Ik denk, we gaan dansjes doen. We gaan sowieso hechter worden, de groep. Dus ik kijk er wel naar uit, ja. Oké, veel succes verder. Dankjewel. Naast mij staat Shawnee. Shawnee is ook een kandidaat van Miss Elegance. Dag Shawnee, goedenavond. Hebben jullie bepaalde opdrachten dat jullie moeten doen tot aan de finale? Nee, we hebben juist een weekend dat we moeten doen voor workshops van de media. Dansen en choreo. Maar eigenlijk voor de rest, denk ik, juist dat weekend, 2 dagen hebben we nodig voor alles te leren. Zijn er bepaalde dingen dat je zelf gaat doen eigenlijk naar de finale toe? Proberen zoveel mogelijk sms'en te ronselen en kaartjes te verkopen. Ik ga dat proberen. Oké, dankjewel. Dit is Petronella die naast mij staat. Zij is ook finaliste van Miss Elegance. Dag Petronella. Hoe staat u tegenover deze verkiezing? Wel heel optimistisch eigenlijk, want ik heb er veel zin in. En het is ook echt een leuke meisjesgroep. En de persvoorstelling zal vast goed gaan, dus ik kijk alleen naar uit. Nog naar een tof avontuur. Ziet u de meisjes ook als concurrenten? Nee, voorlopig echt niet. Allee, gewoon omdat het zo tof is. Ik heb er nog niet echt aan kunnen denken van wie zou concurrent kunnen zijn. Ik denk ook niet dat dat gaat zijn, want het is echt ook sfeervol. Dat is veel meer. Oké, dankjewel. Veel succes alvast. Dit is Kim, ook finaliste Miss Elegance. Dag Kim, goedenavond. Hallo, goedenavond. Zijn er bepaalde dingen dat jullie moeten doen? Vandaag hebben wij fotoshoots gehad. We hebben catwalk training gedaan. En ook een beetje persvoorstelling training. Hoe dat we moeten voorstellen, wat we moeten zeggen. En ja, dat hebben we wel gedaan. We oefenen eigenlijk voor de finale. Het is een korte periode naar de finale toe. Hoe gaat u daarmee om? Ik vind dat juist heel leuk. Dan komt alles snel bij elkaar. Dan leert je elkaar ook op eenzelfde manier kennen. Het gaat vlot vooruit. Er is niet te veel tijd tussen. Waardoor dat je er echt hele tijd mee bezig bent. En waardoor dat je er veel tijd in kan steken ineens. En dat echt een reden heeft om snel klaar te geraken. Oké, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Dag Isabella, goedenavond. U doet mee aan Miss Elegance. Ja. Wat heb je allemaal zo van dat je moet doen of dat je wilt doen met deze verkiezing? Nou, ik wil zeker zien naar wat het me kan brengen. Want zelf ben ik ook echt bezig met fotoshoot, alles dat rond modellen heen hangt. En ik dacht van dit is echt iets dat ik nog nooit heb uitgeprobeerd. En ik wil echt zien of dit ook mijn ding is. En ik wil echt kijken naar wat het me kan brengen. Dat is het zo'n beetje. Heb je bepaalde verwachtingen van de finale zelf? Nou, ik hoop gewoon dat het een leuke dag zal worden. Want we gaan nog verder andere dingen samen doen met het team. Dus ik denk niet echt te veel aan de finale zelf. Ik wil echt meer ervaring opbouwen. En ik hoop dat ik niet te zenuwachtig zal zijn. Dat is zeker belangrijk. Oké, veel succes alvast. Goedenavond Annelies. Jij bent finaliste Miss Elegance. Hoe staat u tegenover deze verkiezing? Ik zou eigenlijk meer zelfvertrouwen willen opbouwen. Dus dat is ook de reden waarom ik hier aan meedoe. Ik ben zo onzeker dat ik gewoon dacht, ik laat het allemaal op mij afkomen. Ik zie wat er gebeurt en hopelijk groeit mijn zelfvertrouwen hierdoor. Het is heel kort bij. Volgende maand is eigenlijk al de finale zelf. Zijn er bepaalde dingen dat je gaat doen? Sowieso blijven oefenen. Alles wat we vandaag hebben bijgeleerd. Blijven herhalen, blijven oefenen. En natuurlijk zoveel mogelijk plezier maken met de andere meisjes. Want het zijn echt allemaal heel geweldige meisjes. Oké, dankjewel. Veel succes alvast. Goedenavond iedereen. We staan hier bij Deborah, Miss Elegance. Dag Deborah. Hoe staat u tegenover de finale van Miss Elegance? Goedenavond. Ik hoop gewoon dat een hele toffe dag gaat worden, ook vooral met de meisjes. Het is onze eerste dag samen. Het klikt ook onmiddellijk. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij, dat wij zo heel goed een paar dagen samen gaan hebben. En natuurlijk ook dat ik meer naar de toekomst, ook in deze sector, meer ga kunnen doen. Want ik heb heel weinig zelfvertrouwen qua uiterlijk. En ik zou wel graag meer willen doen daarin. Zeker. Oké, ziet u de finalisten ook als concurrenten? Ja, sowieso. Er zijn veel mooie meisjes tussen. Ook heel lief.
Qua karakter, ja, heb ik vandaag ook al een paar leren beter kennen en daar zijn ze ook wel geweldig in. Dus sowieso concurrentie is er, bij allemaal. Zijn er bepaalde dingen die je nog gaat doen naar de finale toe? Na de finale sowieso met de meisjes gaan we nog afspreken. Dat hebben we daarnet ook al gezegd. En ik ga sowieso ook blijven oefenen om hier ook verder in uit te groeien. Het was altijd mijn droom geweest. Ik ben 26 jaar en deze keer wil ik echt wel mijn droom waarmaken. Ja, echt wel. Oké, veel succes alvast. Dank je wel. Dank je wel.